naam is de Met Luigi. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Dragon Ball Z Kakarot. Het is alweer even geleden, maar we zijn er gewoon weer. Holy shit, ik zit. Dat is een probleem aan gewoon niet vaak spelen. En dat is dat je de gehele fucking controls gewoon helemaal vergeet. Maar we zijn hier van nu weer. Ik ga proberen deze game weer meer te uploaden. Er zijn mensen die vinden het nog steeds leuk. Ik vind hem nog steeds leuk. Het is echt bizar. Dit jaar vloog voorbij. Voor mijn gevoel is deze game net uit, maar hij is alweer een jaar verder. Nee, maar we gaan dat best proberen om deze game zo ver mogelijk uit te spelen. Ik ben van plan deze game af te maken, maar ik moet gewoon meer uploaden. Dat is gewoon het ding. En dat doe ik niet zo vaak. Dat is gewoon een probleem. Oh. Maar we zijn er. Nou, nee! Het is een Gohan. Vegeta? Are you not going to save him? Nou. In de originele dub had hij een wat zwaardere stem. Oh nee. Krilling. Waarom doe je dat nou? Je had hem makkelijk kunnen doodmaken. Zag dat dan, joh. What? How is that pathetic worm still alive? My attack should have been fatal. Ja, nou ja, Krilling, die maak je niet zomaar dood. Hij is fucking Krilling. Death again once I've torn you into a million little pieces. Kijk, hij doet nu solo flare, hij is sublimed, toen gewoon wieuw, en dan is hij dood! Krillin kan hem heel makkelijk doodmaken, gewoon nu zijn fucking, hoe heet die move ook alweer, de fucking, hoe heet die move ook alweer die hij altijd doet? De fucking, de destructor disc, dat is de hoe die, de destructor disc op hem gooien, hij is blind, bam, hij is dood. Dat had zo makkelijk gekund. Nee, tenminste, dan moeten ze wel zijn hoofd doen, want hij kan overleven met de onderste deel van zijn lichaam afgehakt te hebben. Ja, het is gewoon raar zo, want Krillin, what the fuck doe je, man? Waarom doe je niet meer? What are you doing, Vegeta? Why the hell are you telling me to make you run it? You don't heal people. Omdat je een fucking slechterik bent, Vegeta. Daarom. If we had known, we would have had him heal Goku. Oef. Oeh, dat is een beetje jammer. You really surprised me there, Dende. Thanks. Hey, dank je, Dende, voor me niet dood laten gaan, flikker. Wat we eerder kunnen doen. Wow, hij kan teleporteren. His power has increased rather significantly. I suppose it's because he has the blood of a Saiyan. Of misschien ben jij gewoon een beetje cool. Hij was nog steeds verblind. Jullie hadden met z'n allen hem dood kunnen maken. Gewoon nog een keer Solar Flare. Destructor Disc. Dood. Waarom doe je dat niet, jongens? Waarom zou je dat niet doen? Something's coming. Het is Piccolo. Piccolo 1. Sorry to keep you waiting. Sorry to keep you waiting. All the people to show up had to be the freak we killed back on Earth. Nou, fuck jou, Vegeta. Deze freak van aarde komt je wel redden nu. Wait, what a waste. Sorry to disappoint you, but let's make one thing clear. I'm coming after you next. Once I take care of Frieza, that is. Kijk, dit is wel cool, want op dit punt, Piccolo kan nog wat. In latere Dragon Ball arcs, in de celzaken kan die ook nog redelijk wat. Maar in latere Dragon Ball arcs kan Piccolo niks meer. Net zoals de andere fuckies. Als je in de fucking toekomst van Dragon Ball zit, als je niet fucking Goku of Vegeta bent, dan kan je niks. Ik zo jammer. Dat is zo kut. Oké, daar gaan we dan. Fucking Frieza versus Piccolo. Ik weet zeker dat het echt geweldig gaat. Oh, wat een lek. Waarom doe je dat zomaar opeens meer? Waarom zou je dat doen? Oh. Oh god, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Oh nee, hij is rood. Als hij rood is, dan moet je voorzichtig zijn. Ah, follow-up. Oh, pak hem. Oh ja hoor, in de muur. In de fucking muur. En special. Oh jij gaat neer, meneer. Oh, jij gaat neer. Ik ga gewoon even spammen. Dan gaat hij vanzelf dood. Oh, wanneer duimpje spam. Oh, en dat was een S. Nou. Dat was niet zo slecht. En een level up. Wauw. No way. He's actually fighting on par with Frieza. Oh, nee. He's doing better than that. Wow, I knew Mr. Piccolo could do it. Oh, ja, nee, hij gaat dood. Wauw, ik wist dat hij het kon doen. Nee, nou niet meer. But I'm afraid you're still out of your league.
Allow me to demonstrate my true power. Je zegt de hele tijd je true power, maar je true power komt maar niet. It appears you don't fully grasp the danger you're in. Did you think what I've shown you was the full extent of my power? Want fucking spoiler, er komt hierna nog een vorm en daarna komt pas de echte vorm. Dus het duurt toch wel even voordat hij zijn echte true power laat zien. Transformatie? Ik dacht dat jij de echte Vriezer was, maar je hebt nog een vorm? Wat? Nee. Nou, tenminste, technisch gezien, dit was wel de eerste. Nou, soort van de eerste keer dat ze een transformatie zien. Het concept was origineel geïntroduceerd met fucking, hoe heet de gast ook alweer? De groene gast. De hoe de fuck heet hij? Wauw, ik heb toch lang niks met mijn Dragon Ball gedaan. Oh kijk, Pyman is geïnstalleerd. Wat aardig. Oh wat leuk, dat is voor de streams. Altijd handig. Mr. Piccolo, I'm gonna fight too. Nee Gohan, jij mag niet vechten. Want jij bent klein. I need you to beat me within an inch of my life, right now! Oh ja, dit deel. Nu denkt Vegeta zo van, ik word... Oh, kijk, daar is hij hoor. Dit vind ik een geinige vorm. Ik bedoel, als je weet waar het op... hij ziet er fucking lelijk uit, maar hij is gebaseerd op Alien, op de Xenomorphs. Wat dat wel een stukje leuker maakt. Fun fact, de transformatie van Cooler, zijn vierde vorm, of zijn final... Nou, zijn final vorm is, zeg maar, standaard Cooler. Maar zijn andere vorm in de Cooler Movie is gebaseerd op Predator. Dus je hebt hier eentje van Alien en je hebt eentje van Predator. Wat best wel grappig is. Ik bedoel, er zijn daadwerkelijk Alien vs. Predator films die niet zo goed schijnen te zijn. Ik heb ze nooit gezien. Het is jammer, want een film daadwerkelijk met Alien vs. Predator, dat kan een fucking vette film zijn. Gewoon de Predator die jaagt op een Xenomorphs. Xenomorph. Dat is fucking cool. Maar dat hebben we niet gekregen volgens mij. In ieder geval. Oh nee. Dit is niet goed. Oh nee. In ieder geval. Daar is deze kaart gebaseerd. We kunnen even een support attack doen met Senko. En dan nog een boom. En boom. Wauw, jij neemt veel hits. Holy fuck. Oh god, hij houdt ervan om dit te spammen zeg. What the fuck man. Special beam cannon. Waar is hij? Oh, daar is hij! Oh, we hebben hem. Ik wilde zo'n combo attack doen, maar ik snap niet helemaal hoe die werken. Volgens mij moet ik daar twee mensen in mijn party voor hebben, maar ik weet niet zeker. Ik ben helemaal naakt nu. You now realize just how powerful we Saiyans can become when pushed to our limits. What are you waiting for? Ja, dit is het ding. Hij wil graag een Zenkai boost. Omdat als hij bijna dood gaat, dan krijgt hij een boost. Dan wordt hij geel. Super cool. En dan denkt hij dat hij Super Saiyan is. Ja, maar dat is niet. I'd love to beat the snot out of you, believe me, but I can't. Oh nee, waarom niet? Nou, fuck jou, Vegeta. Jij bent de loser. Jij hebt tot nu toe elk gevecht met ons verloren. Denk ik. Ik weet niet meer. I wonder. Yes. I think I'll demonstrate to you just how truly terrifying my power is. Hij gaat naar Final Form Freeza. Hij gaat het doen. Daar komt hij. Now's our chance. Hurry up and do it! Do it! Krilling. Oh fuck. Krilling heeft hem doodgemaakt. Good. This should work. Go on. You have to get out of here. Wat zijn die rode plompen daar beneden? Is dat bloed? Are you okay? Fucking Dende. Kan je niet eens even lekker Vegeta healen, joh? Thanks a lot. Kid. Krillin, why did you attack Vegeta? Don't you remember? Saiyans get stronger every time they survive a fight to the death. That's why Vegeta asked me to attack him. Oh, ja, werkt niet zo goed. Right? Dende,
Look, I get it. I know why you don't want to heal Vegeta, but we're screwed if he can't fight. Follow me. Follow me. Ik bedoel, in het ergste geval gaan we allemaal dood en dan verslaat Goku hem toch gewoon revive Trimjong, dus moe. kom wel goed, joh, Dende. Oh, daar komt hij hoor. Is that Frieza? Nee, het is fucking Sinterklaas. Transformation's complete. Dende, please! We need you to heal Vegeta! Fucking Dende, waarom kan je niet eens een keertje normaal doen, joh? Flikker. Oh, Vegeta is al dood, laat maar, joh. Nou gaat hij me in elkaar slaan, hoop ik. Ik hoop dat Vegeta nou Dende in elkaar gaat slaan. Took you long enough. Sla hem in elkaar! 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 Sla hem in... Waarom slaat hij niet in elkaar? Hij versloeg hem de eerste keer in elkaar! Tenminste, ik geloof wel, dat hij hem in de anime in elkaar slaat. He's coming into view. Oh nee, en het is... Het is... Sinterklaas! Ik wist het, ik fucking wist dat het Sinterklaas was. Wauw. Frieza's true form? Waarschijnlijk wel. Small and compact, but it's intense. Nou, kijk, ze is de echte final form. Die zie je technisch gezien niet dat, zeg maar, in Dragon Ball Super. Trouwens, hebben jullie gehoord dat de fucking Dragon Ball Super als DLC wordt behandeld met Dragon Ball Z Kakarot? Ik vind het fucking kut. Ik bedoel, ja, ik wist dat ging gebeuren, technisch gezien. Maar ik had veel liever gehad gewoon een volle sequel voor Dragon Ball Z Kakarot. En dan gewoon met Dragon Ball Super. Gewoon Dragon Ball Super Kakarot of zoiets. Of Dragon Ball fucking... Normaal Kakarot, gewoon zonder Dragon Ball Z. Maar nee, ze doen fucking it's DLC. Dat vind ik jammer. Ik had gewoon vol een nieuwe game gewild. In deze stijl, maar ja. Boeien. Ik krijg die DLC gratis omdat ik natuurlijk dat speciale Day One pakketje had. Met het hele beeldje en zo. Dus ik kan het gewoon gaan downloaden. En als we klaar zijn met Dragon Ball Z Kakarot, gaan we die ook zeker weten bekijken. Denk ik. Als we dat dan halen. Ik vraag me heel erg af hoe ze de Tournament of Power gaan doen in die DLC. Dat lijkt me heel erg leuk om te zien. I made you a promise, didn't I? I said you would experience a dread like no other you've felt before. His speed is incredible. So that's Frieza's true form. But I won't lose. Not as I am now. Nou, Vegeta. Nou. Oh, we gaan gewoon iets doen. Hey, Freezy. Oh god, ik wilde met hem kutten, maar oké. Laat maar zitten dan. Seems your moves were too fast for the runs to catch. But I can see them clear as day. Oeh, dat is cool van je, Vegeta. But I'm afraid your mind is so overcome with fear that you've become delusional. Very long, Frieza. After all, oh, ik kan niet wachten tot dat Vegeta elkaar wordt geslagen. Dat is zo leuk. Je bent geen Super Saiyan, Vegeta. Je bent geen Super Saiyan. Want een Super Saiyan heeft geel haar. En jij hebt geen geel haar. De laatste keer dat ik jouw haar zag hebben wat geel was, was het toen je fucking... Nee, nooit. Oké, Freezertje. Ik ga je eventjes een hammer kapot maken. Bam. Oh, wat denk je wel niet, hè, Freeza? Oh, kom dan, hè. Kom dan bij je hoofd. Kijk dan. Kijk, je kan helemaal niks tegen mij doen. Defeat Freeza. Nou, ik ga je helemaal kapot maken. Waarschijnlijk niet. We gaan allemaal dood. Maar dat maakt niet uit. Het is nog steeds leuk om te doen. Eventjes een fucking... Ik wilde een consecutive energy blast doen. Kijk dan. Boe. Oh, waar is hij? Waar is hij? Hij is daar. Oh, nee. Oh, nee. Oh, wat doe je? Nee, Freeza. Vergeef me, alsjeblieft. Oh, nee. Hij gaat ze koelen. Oh, finish? Wat? Maar ik heb je niet eens doodgemaakt! Oh god, dan gaan we meteen fout. Ik moet het eens een keer gaan uitzetten. Gewoon uitzetten tijdens opnames met. Doe eens normaal. Oh, kijk nou, zweten jullie, man. This can't be happening. I am a Super Saiyan! Nee, dat ben je niet! Dat ben je niet! Je bent gewoon een rare man die een fucking anger management nodig heeft. Kijk dan, als dat geen Inzoom 11 kick was, dan weet ik het ook niet meer. Wow. Om. Kijk hem nou, is de stress, joh, die man. Fucking Vegeta, waarom dacht je dat je ooit tegen Freeza kon winnen? This can't be.
schrijven. Even mijn microfoon. This can't be the extent of my power. Nou, dat is grappig. Are you finished? I think I'll make the next move. I'll be gentle. Nee, dat zou je niet zijn. For the very first time in his life, Vegeta had finally begun to experience true dread. Fuck it, Vegeta. Overcome with hopelessness and frustration, he was reduced to tears. Aww. Zie je, dus een hele planeet is opgeblazen door die moin. En wordt hij doodgemaakt. Ja, hij is niet leuk. Ah, dood. If you wish to save him, feel free to try at any time. Mooi, je mag hem hebben hoor. Je mag hem hebben hoor. We kijken wel gewoon toe. We gaan echt helemaal niks doen. Gewoon kijken hoe die doodgaat. Dat verdient hij wel. Klein beetje. Go, koe. Oh, hè? Ik dacht dat hij eruit zou vliegen, maar nee. Daar is hij hoor, kijk de mooi nou joh. Wow! I'm overflowing with power. It's actually kind of freaking me out. Ah! Whoa. I gotta get going. Hang on, guys, I'm on my way. Deze man weet niet eens wat er voor hem te wachten staat in de toekomst joh. Dat is wel leuk, want ik bedoel, als je dit vergelijkt, als je de kracht van fucking Dragon Ball Super. Wat ze hebben in Dragon Ball Super qua power levels is fucking niet normaal. Dan is wat je hier allemaal hebt, is nog gewoon fucking super laag qua kracht, weet je wel. Terwijl dit was vroeger, back in the day. Fucking hoog, fucking sterk. Fucking Beerus nu. Oh jongens! Het is hem. Sorry I'm late. I'll take things from here. Dad? Goku! Kijk hoe fucking klein Krilling is. Het is niet normaal. Kakarot. Kakarot. Oh, I see. So you're a Saiyan as well. Ik hoop dat ze Vegeta gaan... Volgens mij begraven ze Vegeta niet in deze versie. Normaal heeft Vegeta een fucking gesprek met Goku. Ik weet niet of ze dat nu gaan houden. Oh my god. There's something different about Kakarot. Has he finally done it? Is he a Super Saiyan? Nee, waarschijnlijk niet, joh. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is het gewoon een prank. I'm impressed. Frieza, I'd get serious if I were you. You're finally face to face with your worst nightmare. A Super Saiyan. Het is wel leuk dat Vegeta nu dat hij dood aan het gaan is, dat hij denkt dat hij gewoon echt zijn einde heeft gehad, dat hij nu helemaal blij is met Goku. Van ja, Goku is mijn maatje, joh. Let's fucking go. En dan komt hij weer terug en dan is weer fucking evil shit. You're finally going to get what you. Oh, dat is nou jammer. Hij is dood. Mwah. Did I not make myself clear before? I've grown tired of Frieza zo'n fucking vette villain. Stop! Don't you see he can't fight back anymore? He's done. Just let him go. Dat kan niet meer. Hij is dood, Goku. You're just as soft as always. Perhaps you're not a Super Saiyan after all. Ah, fuck jou, Vegeta. Ik dacht dat het buddies waren. Stop letting your emotions hold you back. Stop being so soft and you can finally do it. You can become a Super Saiyan. Kakarot, listen. Our home planet Vegeta wasn't destroyed by a meteor. Oh my god. We Saiyans were his enforcers. We followed his every order. Kijk, dit vindt Frieza mooi om te horen. Kijk die maar, hij is helemaal blij met zichzelf. They were all murdered by that monster. I beg you, Kakarot.
Vegeta, je bent wel een goede moord. Ergens. Klein beetje misschien. He must die by Saiyan hands. Aww. Deze dev zou heel zielig zijn als de Dragon Balls niet bestonden. Dat is wel een beetje het dingetje wat Dragon Ball echt tegenhoudt. Zeker tegenwoordig met hoe overpowered die fucking dingen zijn gemaakt in latere arcs. Zeker met dingen zoals Perunga's Dragon Balls die fucking te sterk zijn. Fucking Super Dragon Balls. Die dingen kunnen letterlijk alles. En ook met dingen van Whis later. Whis kan ook mensen vervullen op een manier. Hij kan ook baby's gewoon toveren uit mensen zijn buik. Whis kan echt fucking alles. Er is gewoon geen fucking... angst meer in de serie. Want als je dood gaat boeien... Maakt niet uit als je dood gaat. Je komt toch wel weer terug. Ben je? Het is een beetje jammer. Maar we gaan nu met het langste gevecht van heel fucking Dragon Ball beginnen. Dit gevecht tussen Goku en Frieza duurt de fucking in de anime 2 fucking uur. Oh, het was echt een... Uiteindelijk, ik vond het een heel vet gevecht. Maar uiteindelijk in de anime dacht ik toch wel zo van... Ja, oké, dit begint een beetje langdradig te worden. Maar toch weet je toch... Toch is het wel cool. Hij is een cool gevecht. Ik vind het alleen jammer dat Vegeta niet wordt begraven. Hij werd vroeger begraven. Dat was super zielig. En nou niet. Oh, wat jammer. Oké, Pagoda! Frieza, oh god. Nee, blok! En de warm-up. Hoezo is dit geen fucking warm-up voor je? Kijk naar die dingen die je doet, je man. Is dat geen warm-up? Oh, ah, no! Stop! Ah! Fucking Frieza, wat doe je allemaal? We gaan even Kaioken doen, want in de anime is het zelf van altijd het hele gevecht gebruikt Goku al de Kaioken. Oh nee! Frieza is veel sterker dan de Kaioken, hoor! Dat was een coole plot twist. Ik vind het alleen wel jammer dat je dat gewoon niet ziet. De Kaioken pas in fucking Super... Hij werd gebruikt in de Saiyan arc. En pas in fucking Dragon Ball Super kwam die echt weer een beetje terug. In combinatie met Super Saiyan Blue Kaioken. Ik snap niet waarom. Ik bedoel, Super Saiyan en Kaioken samen. Dat is toch ook al fucking. Waarom doe je niet eerder zoiets proberen? Nou ja, omdat het een tol heeft op zijn lichaam. Dat zeker. Dus ik snap waarom ze het alleen in Super terugbrachten. Het is gewoon jammer, want Kaioken is gewoon een vette vorm. Of, nee, het is niet een vorm, het is een power-up. Maar ja, jammer. Dan Kaioken times 10 is niet genoeg. I should be able to hold my own if I push it to times 20, though. Dat is het ding. Dat doet hij ook. Hij wordt gezegd van je mag niet times 20 doen. Dat is te veel. En in Dragon Ball Super is het zoveel Super Saiyan Blue. Kaioken times 20. Bam, boom, bam. Ik ga je doodmaken. Kijk hem nou, die man. Dit is vet. Thumbnail materiaal! En dat is het einde van Frieza. Hij is dood. Nooit meer om te zien. Oh, wat zielig Frieza. Wat zielig dat je nu dood bent. Wat jammer nou. Wat jammer nou. Oh nee, hij is niet dood. Oh nee. Oh hij leeft nog. Oh, wat jammer. Kijk hem nou. Dit is de eerste keer dat Frieza... een beetje tegenstand krijgt van een andere fighter en hij raakt helemaal in paniek zo meteen. Het is fucking mooi. What's going on? It barely did a thing. My dad's energy. It's a lot weaker than it was before. I can't believe someone's actually that strong. Moet jij eens opletten, fucking killing. Can't believe I'm saying this. But we shouldn't have picked this fight with Frieza. Kunnen we niet gewoon wegteleporteren? Ik bedoel, hij weet waarschijnlijk niet waar aarde is. Hij kan toch... Oh nee, wacht, hij heeft natuurlijk nog niet de Ancient Termination Lama. Dat heeft hij pas nadat hij naar Yarbert is geweest. En dat is hij nog niet. Dat gaat pas hierna gebeuren. Dat is wel jammer. Oh, Frieza, dat is aardig dat je dat zegt. Kijk, dit is zo mooi. Hij raakt helemaal boos. Van, what the fuck? Je hebt me pijn gedaan. Jij flikker, dat kan je toch niet zomaar doen, joh. Ik ben fucking Frieza. Ik bedoel Sinterklaas. Ik kan niet zomaar pijn worden gedaan, joh. Wat fuck doe je allemaal, man? Fucking Goku. I
can't watch anymore. I'm gonna help him. Nee, Gohan, je gaat dood. It seems like Goku's got something in the works. Oh ja, dit. Oh, dit was zo dom in de anime. Dit duurde een aantal afleveringen om te doen. Dat ik de Spirit Bomb ga doen, weet je wel. Oh, spoiler. Goku the Legendary Super Saiyan, what? Nee, maar dit duurde een tijdje in de anime. Dat hij de Spirit Bomb probeert te doen, weet je wel. En in Namek, omdat er zoveel leven is, wordt het een fucking grote Spirit Bomb. Omdat hij heel veel tijd krijgt om het ook op te laden. Interessant op aarde, waar het toen nog redelijk klein was. Hoe heet het? Die is met fucking Freeza. Hij denkt van, hij is aan het goochelen. What the fuck? Hij kijkt geen één keer omhoog in al die afleveringen dat Goku dit doet. Kijkt Freeza geen één keertje gewoon even omhoog. Om te kijken wat er aan de hand is. Want je zou denken dat als Goku omhoog gaat met zijn armen, dat er iets boven je is. Maar nee, joh. Nee, joh. Goku doesn't just attack him. He's probably thinking that he needs more energy so that he can take Frieza down for good this time. Het is zo dom. Het is zo fucking dom. I wish this thing didn't take so long to get ready. I have to make sure he doesn't figure out what I'm doing. Come on! This is getting ridiculous. How much longer do you intend to keep that up? Zo lang als mogelijk is. Not sure. As long as I have to, I guess. Say, you're not in a hurry, are you? You dare mock me. Oh nee, Goku. Wat doe je? Hij blijft wel heel lang op de grond. I do not understand you, Saiyans. Your kind has been a thorn in my side for as long as I can remember. Het komt alleen omdat je het zelf hebt gedaan. Once I destroy that Saiyan child and this entire planet, the Saiyans will finally be no more. Dat is niet aardig. Je mag mensen niet zomaar uitmoorden. The legend of the Super Saiyan will remain just that. A legend. Kijk, dit wat hij net deed, dit hele stuk, dat duurde meerdere afleveringen in de fucking anime. Was zo naar. No matter what happens, do not leave this spot. Ah, Piccolo even helpen. What is that? Is that some sort of ball of energy? Nee, dat is de zon, joh, Freeze. Dat is de zon. It's no use. If I launch the spirit bomb at him right now. He's just gonna dodge it! Besides, it doesn't even have enough power to take Frieza down! Ah, damn it! You were planning a sneak attack this whole time! How pathetic! But all of your idiotic planning and effort has gone to waste! No! You're finished! Backkick, bitch! Piccolo! Hurry up and finish that spirit bomb already. Thanks, Piccolo. Het is wel leuk, want aan het begin van de serie was het natuurlijk dat Piccolo zijn special beam cannon moest opladen en dat Goku Raditz moest afleiden. Nou is het omgedraaid. Nou is Goku degene die iets gaat opladen en Piccolo moet hem fucking gaan tegenhouden. En dat is wel leuk. You certainly know how to test my limited patience. It ends now! I will reduce you and this entire planet to nothing but ashes! Waarom zou je dat doen? Dat is gemeen. Je wilde toch van Dragon Balls hebben? It's done. Oh, ik dacht dat we nog een gevecht met Frieza gingen hebben. Maar blijkbaar niet. Kijk, daar komt hij hoor! Kijk, daar is een fucking Spirit Bomb! No! Je kan toch gewoon wegvliegen? Dat ding komt fucking langzaam op jou af. Je kan gewoon heen. Maar nee, ik ga gewoon lekker stilstaan. En ik blijf gewoon daar. Ik ga dood. Fucking Frieza.
Dit soort domme acties. En dit is de tweede. Dit is niet eens de fucking. Dit is niet eens de enige keer dat je zoiets als dit ziet op fucking Dragon Ball. Later in de fucking Dragon Ball Z Cooler Movie. Wat trouwens niet in Dragon Ball Z Kakarot is. Wat best wel jammer is. Ik had graag wat movie plots in Dragon Ball Z Kakarot gezien. Ik geloof tenminste dat ze er niet in zitten. Maar daarin was het zo van. Oh, een Cooler die krijgt ook zo'n bal op zich af. Van Goku. En het ding is dat de reden dat Goku die bal probeerde te stoppen in die film was omdat het richting de aarde ging. Cooler, weet je, die bal ging gewoon richting de zon. Cooler die had gewoon eromheen kunnen vliegen en er was niks aan de hand geweest. Where are my dad and Piccolo? Goku! You did it! Let's go home, you guys. Alles is goed. Of toch niet? Oh, Bulma. Bulma waren ze gewoon letterlijk vergeten. In deze saga. No, it can't be. Kijk, hij is het dan gewoon, joh. Nee, Piccolo, hey, mijn best vriend. I'm going to eradicate every last one of you. Nee, Krillon. Dit was een zielig moment in de anime. Krillin ging dood. Dat was niet mooi. Dat was dit is thumbnail materiaal. Holy fuck. Ik hou echt van de cutscenes in deze game. Hey, dat is het ding met My Hero Wants Justice bijvoorbeeld. Was het zo van, oh, deze game heeft totaal geen ambities. Zijn niet zoveel coole cutscenes. Dat is kut. Kijk, deze game, Dragon Ball Z Kakarot, heeft ook op zichzelf weet je, af en toe dingen waarbij het is zo van, oh, dit is vet. Oh, dit is vet. Oh, je weet wat er nu komt. Kijk, het zijn dit soort momenten die deze hele game het fucking waard maakt. Kijk dan. Kijk, weet je, deze game heeft hier en daar ook zijn problemen, weet je wel. Combat kan een beetje lame zijn. De wereld kan een beetje leeg zijn af en toe, weet je. Maar... het heeft dit soort fucking vette momenten die het echt helemaal... Dit is thumbnail materiaal. Alles is thumbnail materiaal. Kom mee, Piki. We gaan er vandoor. It can't be. I think I know what's going on. My dad finally did it. Become a Super Saiyan. Een Super Saiyan? Now I'm mad, Frieza! Ik dacht dat jou boos was, maar dat maakt niet uit. You will know your place, you filthy Saiyan! We gaan gewoon deze aflevering de fucking arc afsluiten, joh. Let's fucking go. Let's go, Frieza! Je hebt het helemaal verneukt! En ik ga je nu... Oh, fuck. Oh, ga... Hey, sterk. Oh, fuck. Oké, dit is niet zo overpowered als ik dacht dat het zou worden. Ik dacht, we gaan fucking overpoweren. Maar nee, blijkbaar niet. Oh, fuck. Oh, wat zijn we sterk. Holy shit. Holy fuck. Het is een Super Saiyan, man. Net als Brody, Cooler is een van de meest... populaire villains in heel Dragon Ball van de films. Broly was dan zo van, ja, hij is een cool karakter, maar zijn films slaan echt nergens op. Die Broly films zijn ook wel niet goed, behalve Super Broly natuurlijk. Die had dat daadwerkelijk competente mensen die het plot hadden gemaakt. Alhoewel dat fucking de Dragon Ball Z Super Rivals heet die film volgens mij. Of Cooler's Revenge, in fucking het Engels, in de originele Big Green Dub heet het Super Rivals. En dat is waarmee ik ben opgegroeid. Super Finish, what the fuck? Trofee gewonnen, Flashy Finish, nou, nice. Maar die film in ieder geval is wel een goede film, zou ik zeggen. Het is een goede follow-up voor de Namek saga. En Cooler is gewoon een vette film. En ik zie dat zo verwerkt worden in Dragon Ball Super als een film. Dus ik hoop dat we gewoon dat gaan zien in Dragon Ball Super. Het zou zo fucking vet zijn om Cooler gewoon canon te zien in een film. Ik had echt graag Cooler's story. Van alle originele Dragon Ball Z films, denk ik dat Cooler
degene is die het meest verdient om gewoon canon te worden gemaakt in de tijdlijn. Weet je wel? Dat hij gewoon het verdient om in de tijdlijn worden geplaatst en dat hij gewoon bestaat, weet je. Het zou ook niet zo heel veel moeite zijn. Gewoon zeggen van, oh ja, cool is canon nu. Neemt hier plaats. Net nadat de androids wakker zijn geworden, weet ik het dat. Of in de 3 jaar voordat ze zich voorbereiden voor de androids. Dat zou zomaar kunnen. Het is voorbij, Frieza. Je bent een flikker. I won't let it end this way. I would rather take my own life than be killed by scum like you. Nou, doe het dan. Doe het dan, Poesie. Doe het dan. Doe het dan, want ik ga je toch wel doodmaken. The one that's going to die isn't me. It'll be you. In 5 minuten gaat deze fucking planeet kapot. 50 afleveringen later. In 2 minuten gaat deze planeet kapot. Dat was fucking grappig. Oh, dat sloeg zo nergens op in deze serie. Het sloeg zo nergens op. En hier zijn we dan. Het vetste deel van het hele gevecht. Namek sterft. Oh, dit was zo vet. In elke fucking Dragon Ball Z game is dit ook mijn favoriete map. Gewoon één en al chaos. Gewoon alles staat in brand. We gaan allemaal dood. En je vecht met fucking Frieza. Het is geweldig. Dit was echt het meest hype moment in heel de fucking serie, man. Well, that's all the time I need. I'll avenge Krillin by defeating you. Then find my friends and get out of here. Defeat me? Impossible! You have given me no choice. It's time to show you. Prepare for my full power! Ooh, nou gaat het leuk worden. Frieza, you know, the only reason I'm letting you reach full power is because I want to beat you at your best. Dit is een beetje een dingetje met Saiyans dat ze een beetje te power hungry zijn. Ze willen heel graag een sterke vijand hebben. Je ziet het elke keer weer, het is fucking kut. Zoals Goku. Er zijn belangrijkere dingen dan dat je een sterke vijand hebt. En dat je hem wil verslaan op zijn sterks. Maak hem gewoon dood en ga weg. Het is zo dom. Requested. This is my full power. Dat zeg je al de hele fucking serie van dit is mijn full power. Nee, dit is mijn full. Dit is nou echt mijn full power. Because Earth Dragon Balls can revive many people at once. But can they revive those who died naturally? I'm afraid those who died of natural causes cannot be brought back. Kijk, dat was een goed limiet, weet je wel, op de Dragon Ball's kracht. En dat het hier en daar wat dingen niet kon. Het is allemaal fucking verneukt later, toen fucking Dende. De Dragon Ball sterk heeft gemaakt op aarde, waardoor ze fucking overpowered zijn. Je kan meerdere wensen maken, er kunnen meer dingen, het is zo dom. Wat? I'll explain. We don't have much time, so I'll make this quick. First, we'll use the Earth Dragon Balls to revive all those killed by Frieza. Ik vind het wel grappig, fucking Kami zit wel lekker te chillen op aarde. Hier is niks aan de hand. Momenteel neem ik alles gaat dood. Oh, wat de fuck? Dat was raar. Deze game heeft soms af en toe niet zoveel polish. Het is een beetje raar. Wow, we zijn terug. Ah, fuck. Het is de fucking Armageddon. Waarom moesten ze nou weer worden teruggebracht? Hé, kijk. Het is Vegeta weer. Want Vegeta was doodgemaakt door Frieza. Kijk, daar is Purunger. Omdat ik een Super Saiyan ben, Frieza. My child, this is Guru. Grand Elder Guru? Please save your questions. I would like you to ask Purunga to grant one final wish. Is something wrong? Do you not have
Barunga, heb je niet gemerkt dat we een klein beetje aan het dood gaan zijn? Flikker, zo weer. Kijk, wat ik bedoel, ze doen alsof Barunga geen eigen wil heeft en niet kan nadenken. Maar dat kan die wel, want Shenron die kan ook, die in latere Dragon Ball Super serie zo van Shenron, die herkent gewoon fucking Lord Beerus. En die kan gewoon praten met Goku en anderen over dingen die niet met wensen te maken hebben. Dus het is een beetje raar. Make me immortal! Nou, dat kan niet. Want dan deed je nog Frieza. Je kan alleen in Mekkiaans praten. Ook al kan Barunga in het fucking. Het slaat nergens op. Het slaat echt nergens op. Hij kan gewoon in het Engels. All except these two will be sent to Earth. Fuck jou, Frieza. Doei! En Barunga gaat ook gewoon weg. Lekker makkelijk. Doei! Oké, nu gaan we ze pakken. Nou komt het. It's just us now, Frieza. Me and you. Finally. I've been waiting for this. How very curious. It would seem you're willing to pay the ultimate price to settle our conflict. Very well. Let's fucking go, bitches! Fuck. Kijk dan, dit is toch wel fucking episch. Oh god, dit is heel episch, maar het is een beetje gevaar. Kamehameha, bitch! Oh, lekker hoor. Lekker hoor. Alleen ik heb gehoord dat nu dat we Super Saiyan hebben, dat Kaioken niet zoveel heel veel nut meer heeft. En wat een klein beetje jammer is aan ergens. Want Kaioken is toch wel een coole move. Maar Super Saiyan is gewoon blijkbaar zoveel beter. Kom hier, Frieza, jij rare man! Oh, hij gaat helemaal dood. Ik ben helemaal blij. Oh god. Niet meer. Nu wel! You cannot hope to defeat me. Oh, wat? Nee. Stop jij eens even met dat, meneer. Stop jij eens even met dat. Kom op. Oh, follow-up. Boom, bitch! Oh, ja hoor! Kijk, dat is thumbnail materiaal als ik het nog nooit heb gezien. What the fuck? This ends now. Nee, joh. What the fuck hebben we? Oh nee. Meneer, stop. Even een vitamine drankje. Oké, let's fucking go. Nee. Oké, ja goed. Nee, dit is goed. Dit gaat goed. Nee, dit gaat niet goed. Oh, het zijn heel veel destructor discs. Maar dan paars. Dus ze zijn anders. Oké. Het is dezelfde move, maar het is anders. Geloof me, jongens. Geloof me. Kamehameha. Oh, we hebben hem gewoon bij, jongens. Let's fucking go. Hey, het verbaast me dat de fucking originele PS4 dit zo goed kan handelen. Want ik speel dit op een originele PS4 en kijk eens hoeveel fucking dingen ze doen. En hoe fucking episch dit is. Het verbaast me echt dat het zo stabiele frame rate uit. Oh, je bent bijna neer, Frieza. Oh ja, je zegt de hele tijd dat dit nu eindigt. En je hebt een beetje gelijk. Oh nee. Vitamine drankje, let's go. Oh nee. Kamehameha. Oké, kom hier jij. Kom hier, jij gaat neer. Oh, jij gaat zo keihard neer. Oh god. Oh, kom op. We hebben hem bijna. We hebben hem bijna. Die man gaat neer. Ik hoop dat dit wel het laatste is. Oh, dit end now. Nog een keer. Oh, wat doe je allemaal, meneer? Begone. Nee, ik wil niet begone zijn. Ik wil niet begonnen. Ik wil... Oh, fuck. Waarom zou je dat doen? Oh nee. Ze gaan alle kanten op. Oh, dat kan niet. Dat mag niet. Kijk, dit vind ik het coole. Vergeleken met andere, hoe heet het? Dragon Ball games. Hierbij moet je al die fucking attacks zelf dodgen. Dat vind ik wel cool. Want bijvoorbeeld, tenminste, je dodgt ze ook wel in andere games. Maar hier heb je dat toch een stukje actiever, weet je wel.
Dat ze echt wat meer uitdenken als echte moves die je echt als een single player kan dodgen. En dat vind ik leuk. I'm done. Wat? Dit is fucking dom. Dit is dom, Goku. Waarom ben je zo fucking dom? I can tell you're afraid. I don't need to defeat you anymore. Je bent fucking dom, Goku. Het gaat je wel kapot maken als je laat gaan. Gewoon doodmaken, joh, man. That's not a pizza. That's not a pizza at all. Kijk dat gezicht van hem, man. Watch out! Get down! Get down! Frieza, nee! Frieza, ik dacht dat we vrienden waren. Oh nee. How can this be? Nou, omdat je niet get down ging toen hij zei get down, zeg maar iets van 2 keer. You brought this upon yourself, Frieza. Though I have to admit, I didn't see it ending quite like this. Cause you Saiyan? I'm going to make my way back to Earth. You can stay here and suffer the same fate as this planet. I thank you. Oh, hij is zo flikker, hè. Hij maakt zo erg gebruik van Goku's... liefde. Goku is te aardig. Hij is zo debiel. How can you beg for mercy? How many people begged you for mercy before you slaughtered them? How many? I beg you. Maak hem dood. Maak hem dood. Maak hem dood. Maak hem dood. Oh, je maakt hem niet dood. Oh, wat doe je nou? Je geeft hem extra energie. Het is wel vet, want er is een coole reverse later in de Terminal of Power. Dit zijn spoilers. Je moet gewoon Dragon Ball gaan kijken voordat je deze show kijkt. Maar er is een of je skipt me even een paar seconden naar voren, maar het is een coole reverse. In de Terminal of Power, waarbij Goku juist sterfde is. Oh god, hij is zo eng. What the fuck, dat was toch werkelijk eng. Ik vind het zo vet gedaan hoe ze Frieza in deze game hebben neergezet. You fool! Yeah, you fool! Oh, wat mooi. Nee, maar in de Terminal of Power heb je dus een reverse van deze rollen waarbij Goku echt sterfde is. En Frieza geeft hem dan energie. Dit is super leuk. Het is cute. Het is heel cute. Sorry, ja, spoiler. Frieza komt nog een keertje terug. Oh, Goku is sad. Kijk hem nou. Hij is zo sad. Wat ga je nou doen, hè? In de anime ging hij dan het dingetje in. Ging hij in paniek tikken. Op de dingen maar. With Frieza. However, planet Namek had finally reached its limit, exploding in spectacular fashion. Whoa. And leaving Goku nowhere to be found. Arme planet Namek. Vegeta and the relocated Namekians resolved to stay with Bulma for the time being. Not much time had passed before Grand Elder Guru once again. Ze laten dit niet zien. Nee, er zijn wel heel veel cutscenes, maar. Kom op, dat was een zielig momentje dat Grand Elder Guru daadwerkelijk echt volledig dood ging. With Mori as the new Grand Elder, the Namekian Dragon Balls would be ready in one Namekian year, or 130 days on Earth. Though the Namekian Dragon Balls were only capable of reviving one person. Ze doen weer gewoon een fucking aftiteling. Terwijl de game niet voorbij is, jongens. Waarom doe je dit, joh? De game is niet voorbij. Waarom doe je een aftiteling? Ik wil echt een fucking Dragon Ball Z Kakarot prequel hebben. Waarbij ze door het oude originele Dragon Ball verhaal in gaat. Dat lijkt me zo vet. Zou zo nice zijn. Along with their legendary Dragon Balls. En ze hebben Namek weer teruggewenst of een nieuwe Namek gevonden, of weet ik dat. Oh, kijk, dit is een cool ding. Oh. Hey, it's me, Goku. What's that now? Kijk, dit zijn allemaal spoilers. Frieza's alive. And right now, we gaan nu echt in een van de beste arcs. Nee, de Namek arc is denk ik mijn favoriete arc, maar we gaan nu in een van de allerbeste arcs. Fucking Cell arc.
Huh? Who are you? Stay tuned. Het is Vegeta! Wow! The fight for the future against the android terror. You don't want to miss it. Oh, misschien eindig ik de serie hier wel. Kijk opslaan. Trofee gewonnen. Emperor no more. Ah, fuck jou. In ieder geval mensen, vonden jullie deze aflevering leuk? Geef dan een like. Abonneer zou ook leuk zijn. Volgende video gaan we verder met Dragon Ball Z Kakarot. En dan gaan we naar de Cell Saga. Een van de beste saga's in heel Dragon Ball Z. Wordt super cool. Waarschijnlijk gaan we nog eerst naar zo'n tussen saga dingetje wat ze eerst gaan doen. Maar het wordt cool. In ieder geval zie ik jullie de volgende keer weer. Ik geloof dat er nu nog iets komt. Ik hoop dat ik nu gewoon kan opslaan. Komt er nu? Nee, laat gewoon. Of wat is dit? Oké. A few days after the Mechies left Earth. I don't fucking care. Bye bye!